Welkom bij de podcastserie van de UvA scriptieprijs 2018. Spui 25 in SP gaat in gesprek met de genomineerden. Dag lieve luisteraars. Wij zijn van Spui 25 in SP, de jongere redactie van Spui 25. Um, naast me zit Charlie Boerman, uh, ik ben Sjors Roetes en vandaag gaan we praten met Robert Verschuren, genomineerde van de um, UvA Scriptieprijs 2017-2018 met zijn scriptie Stochastic Term Structure Modeling, an Empirical Performance Analysis of the Levy Forward Price Model um, in de financiële economie Welkom Robert. Ja, dank jullie wel. Kun je iets over jezelf vertellen? Nou, ik, uh, ik ben een soort, ik ben 23 jaar en... Uh... Vorig jaar heb ik dus de master in ecometrie gedaan uh, aan de UvA. En uh, ja, ik ben nu net iets meer dan een maand uh, aan het promoveren, ook aan de UvA. En uh, wat doe je naast het uh, schrijven van uh, prijswinnende en prijsgenomineerde scripties? Ja, hobby's, bijvoorbeeld sporten en uh, ja, reizen is natuurlijk ook leuk. Dus ik heb binnenkort ook een uh, leuke reis naar Azië gepland. En, uh, maar uh, prijswinnende dingen schrijven is natuurlijk altijd... Uh, ja, eigenlijk. is niet verkeerd. Precies. En welke sport doe je? Uh, ja, ik heb veel uh, atletiek uh, gedaan. Op het moment, uh, ik ben, ben nog niet zo heel lang geleden verhuisd naar Amsterdam, dus uh, ik ben nog even aan het kijken uh, of ik hier weer op atletiek ga, maar ondertussen hardloop ik gewoon uh, in de omgeving. En waar, uh, waar woonde je voordat je naar Amsterdam verhuisde? Uh, in Overveen, dus het is in de buurt van Haarlem. Dus in feite tussen Haarlem en Zandvoort in. Uh. Ben je daar ook geboren? Uh, geboren in Haarlem, maar ik heb wel mijn hele leven in de buurt van Overveening gewoon. Dus een beetje in die, uh, die regio. Oké. Okay. Um, ik denk dat we um, nu ook graag willen weten waar je scriptie over gaat. Zou je ons ongeveer één minuut in een soort elevator pitch um, kunnen uitleggen, maar ook kunnen verkopen? Uh, dus waar je scriptie over gaat, maar ook waarom die zou moeten winnen. Oké, okay, ehm um... Nou, in mijn scriptie heb ik in feite gekeken hoe kunnen uh, financiële instellingen het beste uh, de stochastische rente modelleren in een asset liability management. Waarbij er echt nadruk wordt gelegd op uh, negatieve rentes, die we tegenwoordig zien. En uh, ja, een asset liability management studie is in principe een uh, soort simulatie. Waarin bijvoorbeeld een pensioenfonds of een verzekeraar dan kan kijken van. Uh, wat kan ik zeggen over hoe mijn vermogen of mijn schulden eruit gaan zien over tien jaar. Want dat weten we natuurlijk niet zeker. Dat hangt bijvoorbeeld af van uh, wat wordt het rendement op aandelen, uh, op obligaties, maar ook bijvoorbeeld de rente. Uh, en je ziet bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is voor bijvoorbeeld een verzekeraar of een pensioenfonds. Want die hebben vaak bijvoorbeeld, nou neem een pensioen bijvoorbeeld. Uh, als je dan nog twintig jaar moet uitbetalen, uh, dan maakt het echt uit wat die rente is. Dus je ziet nu ook heel veel uh, pensioenfondsen staan heel erg onder druk. Uh, dat ze moeten korten en niet kunnen voldoen aan uh, de pensioenverplichtingen. Nou, en dat is bijvoorbeeld omdat de rente nu zo laag is. En in zo'n asset liability management studie is het dus heel belangrijk... wat gaan we simuleren voor de rente? En uh, ja, de stochastische rente houdt dan een soort van in. Uh, je simuleert het dus uit de hand van een verdeling. Dus bijvoorbeeld... Uh, je trekt duizend getallen tussen 0 en 1. Maar in plaats van dat, je, dat die getallen vaststaan. dan zeg je: Nou, er zit nog een bepaalde onzekerheid in. Dus het zal uh, bijvoorbeeld tussen uh, 0,25 en 0,75 liggen. Maar zo kan dat voor iedere keer weer verschillen. En dat is dan zo'n studie die kijkt van. Goh, wat is dan het. Uh, in het meest positieve geval, geval? Wat kan er dan gebeuren? Maar ook wat is, kan in het slechtste geval gebeuren? En ja, dat is dus heel belangrijk. Um, en ik heb gezien dat er dan in de praktijk worden toch heel veel modellen gebruikt waarbij negatieve rentes niet, niet te, uh, mogelijk geacht worden. Terwijl ja, we zien gewoon nu al duidelijk, dat, dat kan wel. En zodoende kijk ik dan van, nou wat kunnen die dan het beste doen om dus een realistischer model daarvoor te gebruiken. En dan eigenlijk beter hun risico kunnen inschatten. En wat is er dan zo bijzonder aan de negatieve rente op dit moment? Als alle pensioenfondsen dat nog niet meenemen. Um, wat, wat betekent dat dan, de negatieve rente? Nou, uh, globaal gezien is het dat als de rente omlaag gaat. Dus stel hij bijvoorbeeld 5% en hij gaat naar 2%. Dan worden je verplichtingen meer waard uh, ten opzichte van die 5%. Dus je moet je voorspellen, uh, voorstellen, stel hij is 0%, dan blijft alles evenveel waard. Dus bijvoorbeeld, ik leen jou nu 100 euro volgend jaar moet ik gewoon weer die 100 euro terugkrijgen. Uh, maar met 1%, nou, dan wil ik 101 euro terug hebben. Maar als die dus lager wordt en uh, negatiever... Dan, uh, dan moet je het soort van het plaatje omgekeerd bekijken. Dus jij moet mij meer terugbetalen in de toekomst. Of andersom, sorry. En uh, voor, zeg maar, pensioenfonds is dat dus een groot probleem. Ze moeten dus meer terug gaan betalen relatief in de toekomst... Terwijl uh, dat meer kan stijgen dan wat ze nu hebben. Dus um, ja, zodoende kan er gewoon een heel groot probleem ontstaan dat zij dan niet uh, daar voldoende rekening mee houden. En waarom is het dan belangrijk om wel met die negatieve rentes rekening te houden? Ja, omdat dat zijn juist de slechtere gevallen. En het werd altijd gezegd dat dat gewoon niet kon, want conceptueel is het heel raar dat je een negatieve rente hebt. Dat als ik jou wat leen, dan hoef jij maar minder terug te betalen, eigenlijk. Uh, of als je iets op de bank zet, moet je betalen om het op de bank te zetten. Dat is natuurlijk heel gek. Um, maar het gaat juist om die slechtste gevallen voor zo'n pensioenfonds. En daarom dus, uh, moeten ze daar gewoon beter rekening mee houden. En is wat ze nu doen, de modellen, naar mijn mening, nog niet goed genoeg. Dus dat kan echt een verschil uh, maken. En als je dat dan, dan vertaalt naar misschien de, de dagelijks of de, de levens van nou ja, mensen in het pensioen. Bijvoorbeeld wat voor een effect heeft dit op het pensioen van mijn opa als die modellen uh, geen rekening houden met de huidige situatie. Of als ze jouw model toepassen of, of jouw berekeningen. Uh, wat merkt mijn opa van die, van die negatieve rente? Oeh, ja dat is lastig uh, om echt een duidelijk beeld uh, of een duidelijk antwoord op te geven. Maar nou, je ziet bijvoorbeeld nu, misschien, dat er bijvoorbeeld voor, uh, door pensioenfonds van je opa, dan uh, al is aangekondigd. Nou, we moeten korten, want we hebben gewoon niet voldoende geld om het te kunnen financieren. Nou, en je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, maar dat is wel deels speculeren. Ik bedoel, ik kan ik niet met zekerheid zeggen. Stel nou bijvoorbeeld, ze hadden vijf jaar geleden, nou, het model wat ik dan heb gevonden, wat het beste is, gebruikt. Dan hadden zij kunnen zien: van, hé, hey, er is toch al meer risico dat we uitkomen zeg maar met te weinig geld dat we dus niet meer aan bijvoorbeeld je opa's pensioen kunnen voldoen en dan hadden ze daarop kunnen inspelen door bijvoorbeeld te zeggen nou we gaan wat veiliger beleggen we doen het wat minder risicovol en houden op die manier rekening met de mogelijkheid dat de rentes omlaag kunnen gaan. Dus als jij je scriptie vijf jaar eerder had geschreven dan hadden die pensioen niet gekort hoeven worden. Is dat? Nou dat uh, ja, wie weet ik, uh, <laughs> ik zou hopen van wel maar uh, dat is natuurlijk altijd. Uh, ja, dat kan je alleen achteraf. Uh... Ja, ja. Is econometrie dan een soort van toekomstvoorspelling? Um, ja, en nee. Er zijn soort van. Er zitten een soort van twee kanten aan. Um, enerzijds is het verklaren vanuit gewoon nu. Dus bijvoorbeeld, we zien nu. Uh, stel bijvoorbeeld, van ons drieën, we weten opleiding, leeftijd. Uh, en het inkomen, dat je dan iets kan verklaren van: goh, aan de hand van, het, van de opleiding. Uh, weet ik veel, onze geboorteachtergrond of waar we zijn opgegroeid, dat soort dingen, ik verklaar dat het inkomen, dat is meer een soort momentopname. En je hebt dan ook inderdaad het voorspellen van in de tijd. Dus bijvoorbeeld, uh, je ziet uh, hoeveel de spaarrentes uh, um, spaarrentes is misschien niet een heel goed voorbeeld, maar wel uh, gewoon om het uit te leggen. Je ziet bijvoorbeeld dat de afgelopen tien jaar, nou, wat er met de spaarrente gebeurd is en dat je dan kan voorspellen, nou, wat wordt er dan volgend jaar aan de hand van het verleden, soort van. Dat is een beetje globaal uh, wat je met econometrie uh, kan doen. En waar, waar haal je, je je data vandaan die je, die je hebt gebruikt voor je, voor je scriptie? Want het moet een enorme set aan cijfers zijn geweest, toch? Of hoe selecteer ja. je die? Waar haal je die vandaan? Van wie ja, krijg je dat, die? Dat was een best lastig vraagstuk. Uh, waar ik vooral tegen aanliep is dat. Uh, nou, je kijkt natuurlijk toch veel naar papers van een beetje in hetzelfde onderwerp. Wat hebben die gedaan? Maar ik kon, uh, het, niet overal werd echt heel duidelijk alle stappen beschreven. Dus ja, er be, bleef best wel veel over van... ja, hoe moet ik dit nou precies aanpakken? Of hoe moeten de gegevens eruit zien? Welke precies? Uh, en uiteindelijk, ik heb bij uh, een afstudeerstage gedaan bij een bedrijf. Uh, bij Sprenkels en Verschuren. En uh, daar via hun kon ik dan vanuit Bloomberg... Uh, Gegevens krijgen over goh, wat was dan de prijs van een bepaald derivaat dat in de markt gehandeld werd? En dan heb ik voor vijf jaar uh, volgens mij wekelijks of dagelijks, volgens mij dagelijks zelfs, heb ik gekeken van wat waren die prijzen? Um, want uiteindelijk wil je dat je model dat wel kan verklaren, dus zodat het zo realistisch mogelijk is. Je moet bijvoorbeeld niet dingen zeggen die niet kunnen of nergens op slaan, zou ik maar zeggen. En, um, is de verscheuren van sprenkels en verscheuren is dat? Familie? Ja, dat, uh, dat is dezelfde. Ja, okay, dat klopt. Okay. Dat is hetzelfde, dus het is ja. jouw bedrijf? Nee, oh sorry, okay, niet okay. mijn bedrijf, maar wel dezelfde achternaam. Oké, okay, oké. Okay. Uh, als in familie. Uh, nee, dat is van mijn vader. Maar uh, niet dat ik uh, voor mijn vader werkte hoor, voor de duidelijkheid. Maar, uh, Gebruik gemaakt van de kanalen? Nou ja, op een gegeven moment werd ik benaderd. En uh, of je ziet wel meer dat, dat bij krijg je, je best wel de mogelijkheid om echt een beetje praktijkwerk te doen. Naast iets wat gewoon heel leuk is. Want uh, dat zie je toch niet veel, dat je echt al een beetje kan toepassen wat je leert tijdens je studie. En uh, ja, dat leek me eigenlijk wel leuk. En toen uh, ben ik daar aan de slag gegaan. Zo één tot twee dagen in de week. Uh. Was het niet uh, spannend om uh, samen te werken uh, met je vader? Of, of onderzoek doen binnen familiebedrijven? Nou, ja, dus ik heb al een tijd... Ik, ik had zeg maar daarvoor... Ik denk iets van twee jaar uh, of, of anderhalf jaar... heb ik als werkstudent gewerkt. Dus toen rolde ik als het ware door in uh, afstudeerstage... Um, en ja, ik heb wel eens wat voor mijn vader gedaan. Maar uh, het bedrijf is wel zeg maar, groot genoeg dat ik niet... Uh, ik, ik had niet direct met hem te maken. En dat, zo, het was ook opgezet, dat, uh, dat wil je ook niet hebben. Zeg maar. Als in, vanuit beide kanten. Dus, uh... Ja, ik kan ik me voorstellen. Uh, het is ook leuk om het bij het avond echt nog over iets anders te kunnen hebben. Precies. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar ben je ook... Um... Uh, in dit onderwerp gerold, omdat je er misschien do doordat je vader een beetje in dezelfde sector, sector zit, daar ook uh, daar, daar van jongs op al mee te maken had? Of is er echt iets in jou wat, wat brandde met passie voor uh, vrij abstracte economische modellen? Dus, als in de, de studie, zeg maar? Ja. Yeah. Um... Nou, eerlijk gezegd heb ik heel lang getwijfeld over wat ik wilde gaan studeren. Ik was de, volgens mij een van de laatste van mijn middelbare school die. Uh, zeg maar, koos. wat wil ik nou. Uh, waar wil ik me voor gaan inschrijven? Het ging tussen dit en de kunstacademie. Nou, dat ook niet. Ik, ik had wel, zeg maar, een beetje de wiskundehoek in. Maar ik, een andere optie was wiskunde of natuurkunde geweest. Um, maar ja. Ik ben niet zozeer echt beïnvloed. door dat mijn vader. Mijn vader heeft het ook gestudeerd. Maar. Um, daar ben ik niet zozeer door beïnvloed. Maar ik bedoel, veel mensen kennen econometrie toch niet echt. Dus het scheelt wel wat als je weet dat het bestaat, zou ik maar zeggen. Maar wat dat betreft, ja, ik vond wiskunde gewoon heel tof. En uh, uiteindelijk, dat was ook gewoon waar ik goed in ben. En uh, toen bleven er een paar opties over, waaronder dus wiskunde en natuurkunde. Maar uiteindelijk leek dit me toch het leukst, want dan was het iets, iets minder abstract nog dan uh, wiskunde en natuurkunde. Maar wel nog uh, theoretisch genoeg. Um, ja, ik ben nog steeds best wel geïnteresseerd. Want je, zoals je zei, dit is dan misschien minder abstract dan wiskunde. Maar nou ja, het is voor, zeker voor mij als leek, als enorme zijn nog steeds best wel abstract. En we hadden net heel even kort uh, hoe, hoe jouw skips misschien invloed kan hebben um, op nou ja, het pensioen van mijn opa. Um, maar in hoeverre zijn nou die, die modellen die jullie ontwikkelen... Um, uh, zijn die echt gebaseerd op, op de werkelijkheid? Ik had het hiervoor met, met source over, over scriptie en dat economie, econome, econometrie, pardon, toch best wel gebaseerd is op bepaalde aannames ook van hoe mensen uh, handelen, keuzes maken. Dat uh, in jouw scriptie stond ook iets over uh, fair value, dus dat je de middelen die, die uh, uitgewisseld worden, dat je daar echt wel de, zeg maar de, ja, de value voor krijgt die het mm -hmm. ook waard is. Um, dus je, je schetst eigenlijk een bepaald beeld van de werkelijkheid om die modellen te bouwen. Terwijl dat misschien niet is hoe, hoe handel, economie en menselijke keuzes eigenlijk functioneren. Toch? Hoe... Ja, ja, klopt. Ja, dus dat is ook wel dat is ook een lastig punt. Um, dus ja, ik had, ik had inderdaad bijvoorbeeld aangenomen dat, uh, dat alle prijzen die je ziet. Dat, of in feite dat mensen rationeel zijn, dus ze, ze kiezen wat het beste voor hen is. En uh, de prijzen waar tegen gehandeld wordt is ook de daadwerkelijke prijs. Dus als in, uh, stel bijvoorbeeld, uh, jij koopt twee producten, maar die kan je ook samenvoegen tot één product. Dan moeten die twee losse producten evenveel kosten als dat product samen. Dus bijvoorbeeld als je met tomaten en een tomatensaus of iets dergelijks uh, bekijkt, um, er zijn wel manieren zeg maar om dat te omzeilen. Uh, zelf weet ik dat het wel uh, wat lastiger is. En uh, ja, ik had, ik had gewoon niet genoeg tijd om het daar. Dus ik weet daar niet het fijne van. Maar ik weet wel dat het kan wel. Maar het wordt dan lastiger. Yeah. En um, je ziet dus bijvoorbeeld ook dat is dus. Dat een van die aannames is dus altijd. Ja, negatieve rentes kunnen niet voorkomen bijvoorbeeld. Nou, en dat heb ik dus geprobeerd los te laten. En kijken van waar kan je dan het beste. Uh, waar kom je dan op uit, zeg maar? Maar. Um, dus ja, wat natuurlijk wel altijd is, dat, dat is altijd bij die dingen. Ik bedoel, het, het is nooit gewoon waarheid, zo'n model. Het is altijd meer een inschatting. En je moet je meer voorstellen dat het meer iets zegt over wat waarschijnlijk is. Dus niet wat er daadwerkelijk gebeurd is of gebeurt, maar wat heeft de meeste kans uh, hoe het gegaan is. Dus bijvoorbeeld, nou. Uh, zo'n model. Dus uh, ja, dat klinkt allemaal heel abstract van, uh, ja, je kan dan verschillende rentes simuleren. Maar je moet je voorstellen, je kan dan bijvoorbeeld, uh, je hebt een idee of je wil bepaalde uh, scenario's toetsen. Bijvoorbeeld, uh, nou, de rente wordt heel laag, terwijl de inflatie heel hoog wordt. Uh, of andersom, de rente wordt heel hoog en de inflatie wordt heel laag. Nou, en dan kan je zeggen, gemiddeld willen we ongeveer uh, zo'n scenario hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, dat over tien, de tienjaarsrente als ik nu een lening van 10 jaar afsluit, dat dat uh, 5% oplevert. Maar dan zeg je van ja, we weten dat ook weer niet helemaal zeker. Dus dan zeg je van, we laten dat een beetje variëren rond die 5%. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou tussen 2 en 7% of iets dergelijks. Um, en dan kijken ze naar van goh, en wat, wat is dan het gemiddelde? Wat zijn dan de kenmerken van al die, uh, die verschillende rentes? Zodat je meer een, een beter beeld krijgt van wat kan er gebeuren. Dus. Het is... Daarom is het ook meer een soort ondersteuning voor beleid. Dus bijvoorbeeld dat ik zei van... Uh, nou, ze kunnen misschien bijvoorbeeld hun beleggingen gaan aanpassen. Dus hoeveel ze in aandelen of obligaties zitten. Um, dat hangt dus echt heel erg... Uh, ze kunnen dat soort van gebruiken ter ondersteuning. Van, goh, oh, we zien ja, die rentes... Uh, die kunnen toch best wel laag worden. Of we zien dat dat toch... In veel gevallen zo kan. En dat het dan wel uh, dat we dan in een hele slechte positie terechtkomen. Nou, daar willen we maatregelen tegen nemen en dat proberen te voorkomen. Spreek dus het niet dat het niet gebeurt. Maar wel dat als het gebeurt, je er soort van uh, uh, zorgt dat je er wel iets beter. Uh... Ja. En jij hebt eigenlijk met je scriptie, want wat je zegt, is de modellen die tot nu toe bestaan. Zeggen, nee, negatieve rente kan niet. Jij ja, hebt eigenlijk om je heen gekeken en gezegd: hé, hey, maar er is wel negatieve rente. En daar moeten we eigenlijk moeten we die modellen gaan aanpassen naar wat we gezien hebben ja, er gebeurt. Dus, om uh, beter te kunnen beleggen, de, die pensioen eigenlijk veilig te kunnen stellen. veilig gekomen, Ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het is niet zozeer dat ik zelf een model heb ontwikkeld. Nee, uh, right. Maar ik heb inderdaad gekeken van: goh, wat zijn nou de meest gebruikte? En dan ga je daarvan een beetje naar de iets minder bekende of uh, die wat minder gebruikt worden. Uh, toe. En toen kwam ik uiteindelijk eentje bij die eigenlijk heel mooi was. Of, ja, ik had dan een lijstje met een aantal criteria waar het aan moet voldoen. Uh, want het moet ook bijvoorbeeld toe te passen kunnen zijn in de praktijk. Ik bedoel, als je dat niet kan toepassen, dan uh, heb je er ook nog steeds niks aan. Um, en ja, zodoende eigenlijk uh, heb ik een soort van een keuze gemaakt. en dan dat een klein beetje uitgebreid van goh, hoe kunnen we dat uh, nog wat mooier maken eigenlijk. Ja, ik denk dat we nu al genoeg over economie trio praat. Um, ik, ik wil eigenlijk terug naar, naar het schrijfproces. Want je bent natuurlijk een mens en een scriptie komt niet zomaar um, in de wereld. Um, Helaas niet. Zoals wij allemaal goed weten. Um, in hoeverre moest je compromissen sluiten en in je scriptie afbakenen? Um... Dat is een goede vraag. Uh, in het afpakken viel het nog relatief mee, alleen ik was heel globaal begonnen. En uh, dan was het meer keuzes in maken. Oké, okay, je kan niet alles doen, uh, er zijn zoveel dingen mogelijk. Dus ik beperk me tot een paar dingen. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, dan wordt het misschien iets specifiek. Maar in het model je kan, uh, kan je ook weer naar andere dingetjes kijken. Bijvoorbeeld. Uh, wat is de volatiliteit van de rente? Nou, dat kan je heel uitgebreid doen of iets simpeler. Nou, daar heb ik bijvoorbeeld compromis in gesloten van... Uh, dat doe ik niet te uitgebreid, want uh, ja, zoveel tijd heb ik niet. En uh, ja, dan wordt de scriptie weer te lang. Mm. Okay. En, uh, maar ja, ik zag vooral met compromissen sluiten... was toen ik eenmaal met de data werkte. Ja, je, je komt er dan toch altijd achter... een paar dingen kloppen niet helemaal of uh, een paar dingen uh, ontbreken. Ja, maar ik had ze wel nodig... Dus ja, dan is het, ja, wat, wat doe je dan zodat het zeg maar allemaal netjes werkt en dat je wel iets hebt? Nou, en daar moet. Dat, dat was nog wel enigszins lastig. Of dan moest ik echt, uh, zeg maar, knopen doorhakken. Maar ja, de rest. Uh, ja, ik had wel een duidelijke structuur, zeg maar. Dus daardoor kon ik wel goed stap voor stap en was het niet per se alsof ik uh, moest zeggen: van, oh nee, dit kan ik niet doen. Of. Uh... Geen grote obstakels. Nee, in precies. de maanden in de aanloop naar 1 juli. Nou, nou, alleen uh, ja, dat ik dus met de data werkte. Ja, het is, het is bij econometrie zeg maar... Of nou, niet per se bij econometrie. Maar als je met veel data werkt. Um, uiteindelijk had ik dus een model geselecteerd. Nou, heb je de data allemaal mooi. Um, maar dan wil je zeg maar wat gaan doen met die data. Maar ja, uiteindelijk kostte dat zeg maar een week... voordat mijn computer dat zeg maar allemaal berekend had. Maar ja, in die tussentijd kan je dus helemaal niks doen. En je zit dan echt te hopen zo van... Uh, Hopelijk komt er zeg maar, zeg maar dat ik niet een foutje ergens heb gemaakt, waardoor je het weer opnieuw moet doen. Dus wat dat betreft was wel, uh, dat was wel even spannend. Want uh, ja, je moet toch inderdaad uh, uh, relatief snel in juli dan alweer af zijn. Maar, uh... Wat heb je gedaan in die, bijvoorbeeld in zo'n week dat je moest wachten en waarschijnlijk heel erg gespannen was. Wat, wat deed je om uh, je stressniveaus een beetje gez gezond te houden? Uh? Luister je naar klassieke muziek of juist hele harde rap? Ging je hardlopen of naar theater? O, uh, nou, dan moet ik zeggen dat ik, dat ik niet helemaal niks heb gedaan in die ene week. Dus ja, ik, ik dacht toen heel slim te zijn van. Uh, ik kan wel vast zeg maar, alle dingetjes eromheen opschrijven. En dan hoef ik alleen nog maar deze. En dan moet ik het wel nog aanpassen. Maar dan stond in ieder geval al een soort van het karkas of het vreemder. Uh, het maar ja, verder inderdaad, ja, sporten en, uh, en ja, eten vind ik ook altijd leuk. Dus uh, ja, dat dan toch maar doen. Uh. Ja, Sjors en ik zitten nu allebei in de laatste nou ja, anderhalve maand van onze scripties. Dus we zijn heftig op zoek naar, naar tips om onszelf een beetje staande te houden. In onze dieptepunten. Heb jij echt een dieptepunt gehad in, je, in het schrijfproces? Ja, nou, niet... Even kijken, in het schrijfproces denk ik niet. Ik had... Uh, ik was al vrij vroeg begonnen met ja, mijn inlezen en dingen. Dus zodra ik soort van daar klaar mee was, vlogen zeg maar echt zo twee, drie hoofdstukken eruit. Dat was wel heel fijn. Um, ja, Het enige dieptepunt is ja, dat je dan, je komt gewoon met die data, je komt gewoon steeds weer een nieuw probleem tegen. En dat, dat werkt dan ook een beetje frustrerend. Want ja, je wil dan ook aan de slag. En, uh, het kost gewoon heel veel tijd om het allemaal op te lossen. En ja, ja, jullie weten het ook wel. Soms heb je gewoon die tijd niet. Of ja, dan moet je het weer ergens inhalen of weet goed te maken. Dus dat was vooral dan, uh, dat vond ik eigenlijk het lastigste. Maar voor de rest, uh, ja, viel het eigenlijk best mee. <laughs> ja, ik, ik bedoel, ik heb er wel heel hard aan gewerkt. Ja, maar, ja, ja, nee, dat, 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 dat was wel duidelijk. Het was een in de tekst. Ja. En lijkt alsof je, alsof je een soort van ijzeren discipline hebt. En, en ik vraag me altijd af, heb je dan misschien... Tips voor, voor scriptie-schrijvende studenten zoals wij, die met de handen in het haar zitten en denken: wat moet ik nu? Poeh, uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik, zoals bijvoorbeeld met mijn scriptie gedaan, ja, ik, uh, ik bleef gewoon schrijven tot die af was. <laughs> ja, daar komt het wel een beetje op neer. Dus uh, ja, dat is niet echt een uh, fijne tip, maar. Uh, um, ja, ik, ja, ik zou ook denken: afwisseling of. Uh, of als je bijvoorbeeld een, een bepaald stukje even niet uitkomt... probeer dan even wat meer... Ja, wat is dan precies het globale plaatje dat je wil vertellen? En misschien alvast dat je eerst vooruit werkt. Wat ik bijvoorbeeld wel merkte is... soms kom je er niet helemaal uit, bijvoorbeeld in, een, uh, in één hoofdstuk. Um, maar als je dan het hoofdstuk daarna... ik bedoel, stel je kan dan daar alvast aan beginnen... dan heb je een beetje een duidelijker beeld van... oh, hoe wil ik dat mijn verhaal, zeg maar, voortvloeit... en dan kan je dat vorige hoofdstuk weer, uh, weer wat aanpassen. Dus als in, ik zou niet te veel misschien blijven hangen in het, in het stukje dat je dan precies aan het schrijven bent. Uh, en dan ook wat meer kijken naar... Goh, hoe wil ik dat het soort van verder gaat? En als je dat dan al een beetje een idee over hebt... dat je dan alweer beter... Uh... Ja, dat vind, ik, dat, klinkt, dat vind ik heel herkenbaar wel. Dat je vast kan zitten en gewoon dan soms even moet doorgaan met iets anders. Ja. Hey, en uh, over doorgaan met iets anders... Um, Vul jij in een uh, zwart gat na je studie na het inleven van je scriptie of ben je meteen. Uh, nou, ben ik ben op vakantie gegaan. Oh, ja, dus, en ben ben je naartoe gegaan? Uh, uh, naar Spanje. Dus uh, ja, daar heb ik uh, iets van een maand gezeten. En uh, na de zomer, ja, dat heb ik dus ook nog naast de scriptie gedaan. Ik, ik heb me voor een bepaalde opleiding ingeschreven, uh, wat je een soort van voorbereidt voor om te promoveren. Uh, omdat ik daar toen over na zat te denken. Uh, dus daar ben ik eigenlijk. Uh, zeg maar het, het afgelopen half jaar mee bezig geweest. Um, maar toen kwam deze positie waar ik nu in zit uh, aan de uva vrij en toen heb ik daarop gesolliciteerd. Dus toen ben ik uh, zeg maar overgeschakeld. Uh. Maar in principe ben ik soort van uh, aan het studeren uh, gebleven. Um, dus ik viel in ieder geval niet in een zwart gat. Uh. Hey, en, want je bent nu dus aan het promoveren. Denk je, uh, wil je echt binnen de academische wereld blijven? Of zou je, wil je ook wel naar buiten treden en uh, nou ja, je eigen bedrijf beginnen om te concurreren met je vader bijvoorbeeld? Of wil je het echt onderzoek blijven doen? Dat, uh, daar ben ik zelf echt nog niet helemaal over uit. Ik vind het wel zelf heel interessant. Het hangt ook een beetje vanaf, ja, hoe bevallen deze vier jaar? En uh, uh, is er ook, stel, stel ik zou wel aan de universiteit willen blijven, wat zijn de mogelijkheden dan in, uh, in mijn vakgebied? Maar wat ik zelf bijvoorbeeld ook wel interessant vind is... Uh, je ziet tegenwoordig ook dat er een soort combinatie is. Dat je dan bijvoorbeeld de helft van de week uh, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven werkt... of, of een eigen bedrijf uh, wat dat betreft. Uh, en de andere helft gewoon aan de universiteit. Uh, dat lijkt me op zich ook wel tof. Maar uh, ja, eerst kijken hoe deze vier jaar uh, bevallen. Ja, nou, verstandig. Um, nou, het lijkt me dat deze skipsje een hele bevalling was... maar dat het niet een, niet een solo onderneming was... Um, heb je misschien uh, een wie staan erin in je dankwoord? En dat kunnen ook mensen zijn die je niet kent, zoals bijvoorbeeld Kendrick Lamar. Nou, Kendrick Lamar staat er helaas niet in, maar uh, <laughs> nou, ik bedoel mijn scriptiebegeleider die uh, uh, heeft toch altijd wel fijn advies gegeven en die, uh, nou, dat was gewoon heel fijn in de begeleiding. Wie is dat? Dus, uh, bij die uh, Kees Dix uh, van de Uva en. Uh, ja, verder mijn ouders voor alle steun en uh, het koken. <laughs> dus, uh, nee, maar. Uh, en mijn vader heeft bijvoorbeeld ook nog wel eens een keertje even iets doorgelezen. Dat ik even een andere blik wilde. Of, uh, en mijn vriendin die heeft ook nog wel vaak even een stukje doorgelezen. Dat ik meer gewoon qua schrijftechnisch. Uh, van uh, ja, hoe kan ik dat nou het mooiste opschrijven? Dus ja, bij die, uh, die zou ik graag willen bedanken. En uh, dat, uh, dat zijn ze eigenlijk verder. Dus niet verder heel veel. Uh, nou, lijken me hele belangrijke mensen. Zeker, ja, ja. Nou, super bedankt dat je hier naartoe bent gekomen om uh, ja, ons iets te vertellen. Ja, geen probleem. dat ik je uh, iets over mocht vertellen. Echt, uh, ik spreek voor mezelf, maar denk ook voor Sjoerds dat ik zeg dat we erg onder de indruk zijn. Uh, en uh, nou ja, dat we hopen dat we er een deel van hebben begrepen. Ja, ik <laughs> ook. En uh, nou, ik wens je super veel succes met het promoveren. Ja, Ja, dankjewel. Nou. Ja, veel plezier ermee ook. Ja, komt goed.